Oh god. Oh, de wind is ook zo heftig. Oh, het is doodeng, maar het is zo mooi hier. Oké, ik moet naar de overkant. Ik probeer te lopen. Naar de overkant. Oh, doodeng. Oh, vogel! Buk! Blind! Kijk uit. Wat ben je aan het doen? Ik ben over een ravijn aan het lopen, Ron. Het is levensgevaarlijk. Een ravijn? Het is 60 meter diep, dit. Het is helemaal geen ravijn. Kijk maar. Ja, verpest het ook weer niet. Eh? Jij hebt ook geen fantasie, hè? Je bent ook helemaal niet avontuurlijk niks. Geen fantasie, niet avontuurlijk. We zijn vandaag in Alkmaar, bij de basisschool de Lierenland. Ja. En we gaan een heel schattig klein zoet selectiespelletje doen. En daardoor selecteren we 3 jongens en 3 meisjes die mee mogen naar de battle. Op de groep 8. Oh. En het gaat om balans vandaag, Ron. Balans. Daar gaan we. Goedemorgen! Hoeveel jongetjes zijn er in de klas? 6. En hoeveel meiden? 7. Jullie zijn er overal. Ja, zijn jullie een beetje sportief ook? Ja! Welke sport doe jij? Basketbal en kickbox. En jij? Karate. Oh, cool. Oh, lekker cool, ja. Vandaag mogen we naar de battle met 3 jongens en 3 meisjes mee. En daardoor doen we een selectiespel. En het selectiespel heet suikerstapelen. Wie binnen 1 minuut de hoogste suikertoren heeft, mag mee naar de battle. Ja. 7 tafels naar elkaar zitten. Verbouw de klas even. Ja. Meiden, hoe gaat het met de handen? Doe ze eens voor je trillen. Oh, die trillen heel erg. Nou, adem diep in en uit. Ga zitten. Oké, 3, 2, 1, go! Oké, we gaan beginnen. Eerst, ik zie hier al een techniek. Alle suikertjes. Hier kiezen ze voor gewoon echt de stille hand. Je wilt natuurlijk niet dat hij net omvalt. En hier wordt er weer gespeeld op veiligheid. Oh, deze ook hoog. En dit is ook een slimme toren. Oké, hou jullie handen stil. Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, go! Oké, ik ga eens even kijken of het close wordt. 30. 30 centimeter. Deze dus 24. 22. 22. 1 centimeter hoger. Oh ja, 25! Dus, je gaat mee naar de battle! Ik ben Amy en ik zit op ijshockey en dansen. Ik ben Tiffany en ik zit op dansen. Ik ben Damien en ik zit op toneel. Dit zijn ze dan, mijn 3 meiden! Oké, mannen, ga maar zitten. En 3, 2, 1, bouwen. Ik kan hem natuurlijk heel stevig gaan maken. De bedoeling is wel dat hij zo hoog mogelijk komt. Dus doe dat ook. Kijk, ik zie hier al een hele goeie. Dat is goed. Lekker stevig, mannen. Dat is goed. Ik hoor daar een paar vallen. Ja, dat is goed. Goed hoog. Ja, dit is heel goed. Nog 5, 4, 3, 2, 1 en stop maar. Heel voorzichtig nu. Oké, daar gaat hij. Deze. Dat is 22 centimeter. Deze is 21 centimeter. 25 centimeter. Ik denk dat dit de hoogste is, jongens. Ja, 31 centimeter. Ik ben Mette en ik zit op breakdance. Ik ben Max en ik zit op jiu-jitsu. Ik ben Devin en ik zit op trampoline springen. Dit zijn mijn 3 mannen! Mag ik aanbieden? Ja, lekker, neem maar lekker eentje, joh. Meiden, we doen vandaag de battle slackline. En dan moet je op een koord lopen. Je kan er ook saltos op maken, allemaal gekke dingen. Hoe is de balans bij jou, Tiffany? Niet goed. Niet? Het wordt wel een probleem. Ik ben er niet heel goed in. Jij bent wel een danseresje. Ja. Niet de beste. Ja, ik heb het gedaan, alleen niet heel goed. Salto, zit het in je? Nee. Laat me gauw beginnen, hè? Ja. Kom. Let's go. Wist je dat slackline een soort koorddans is? Dat doe je op een ijzeren kabel. Bij slackline loop je over een band die is vastgemaakt tussen 2 punten. 2 bomen bijvoorbeeld. Die band veert als een soort hele smalle trampoline. Er zijn allerlei vormen van slackline.
Rodeo, slackline bijvoorbeeld, waarbij je schommelt. Trickerlining, dat doe je allerlei trucjes. Highlining, dat is heel hoog boven de grond. En boven water heet het, staat dat hier? Oh ja, waterlining, logisch. In Amerika is het ooit bedacht door bergbeklimmers die op een gespannen touw zo hun balans oefenden. Balans is belangrijk bij slackline. Nou ja, blijf maar eens een evenwicht op zo'n band. Hier gaat het vandaag om en meiden, wij gaan hem pakken, toch? Ja! Raak hem alvast even aan. Ja, dat brengt ongeluk, hè? Dat brengt ongeluk, dat weet je, hè? Nee, kom. Oké, we gaan trainen. Daar is onze topper namelijk. Karen, jij gaat ons vandaag alles leren over... Dus noem me nog één keer hoe slacklijnen. Jonas, slacklijnen, dat heb jij heel vaak gedaan, hè? Heel vaak, wat is nou de coolste plek waar je dat ooit gedaan hebt? Ah, er zijn wel heel veel coole plekken. Maar ik denk dat het in Amerika en Arizona dat wel de allervetste plek was. Ik heb tussen twee gebouwen geslacklijnd. Niet! En ik heb over een ravijn heen geslacklijnd. We gaan vandaag allemaal verschillende dingen oefenen die met slacklijnen te maken hebben. We gaan op een lage lijn balanceren. Ja. Maar we gaan ook bovenop een lijn proberen te klimmen. Oh my god. En we hebben zometeen de rodeo, de schommel, waar we op gaan oefenen. Gaan we een salto proberen te maken. Nee. Oh, cool! Dat klinkt heel eng, ja, maar dat valt mee. De salto moet jou wel lukken, toch? Ik kan geen salto, maar, ik ga het wel proberen. Hey, kijk even naar mij. Wat doe ik om in balans te blijven? Kijk eens goed. Wat zien jullie? Wat doe ik? Hoe blijf ik in balans? Je been van de plek verlusten. Mijn losse been? Je gewicht verspreiden. Het belangrijkste is, je houdt je voeten parallel aan de lijn. En dat is? Dus je zet ze zo neer. Niet zo, want dan kun je heel snel gaan wiepelen. Oh, zo. Als je ze zo neerzet, ben je stabieler. Yes, Max. Yes. Kijk, goed zo. Waarom is het zo flexibel? Hoe rustiger jij bent, hoe minder de lijn wiebelt. Yes, goed zo, Mette. Kijk eens. Hé, hey, dit is hem, hè? Heel goed, hoor. Heel goed, rechtop staan. Demi is goed, Demi is goed. Super. Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht, hoor. Ik ga heel goed. Heel goed. Doe eens alsof je in de bus staat. En die bus die gaat heen en weer. En je moet blijven staan. Kijk eens, wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat ga je nu doen? Zie je? In einde gaan ze wat anders doen met hun benen. Zeg, in je zak doe je knieën. En dat moet je zo meteen ook doen. 1, 2, 3, 4, 5. 14, 15. Yes! Goed gecorrigeerd ook. Lekker man. Je houdt je armen hoog. Je ellebogen die hou je ongeveer tussen je schouders en je oren. En dan je onderarmen, die laat je lekker zwabberen. Zombie dan! Hou ze lekker slap en ontspannen. Dit is een van de onderdelen. Dit is de rodeo slackline. En je pakt hem met twee handen vast. Ja. En dan creëer je hier. Ja. Dat je erop kan staan. Dan ga je er met twee voeten op staan. En dan ga je voorover. Kijk. Wat? Ouds. Max, appeltje, eitje. Nou. Heel goed, zeg je nu. Dat is één. En twee. Oh. Ik zou hem toch voor je doen. Als je op blote voeten staat, dan heb je en een beetje grip. Dan blijf je een beetje plakken op die lijn. En je kan veel beter die lijn controleren. Je voelt veel meer wat die lijn aan het doen is. En vooruit. Ja, ja, ja. Ronnie, heb jij een goede quizvraag of moet ik iets bedenken? Ja. Hoe heet bij slackline deze schommel? Denk jij het goede antwoord te weten? Ga dan naar onderstaand adres, vul daar je antwoord in. En wie weet, maak jij kans op deze fantastische zelfsportlas. Succes! Ja, daarvoor is het makkelijkst. Ja! Ja! Bijna! En go. Rustig. Oh. Tiffany, laat eens zien wat je kunt. Ja. Oh. Super. Ik vond het best goed gaan en ik kan wel lang stil blijven. Ja. Vond ik zelf. En je moet ook snel aan de overkant, hè? Dat is ook. We maken jullie af. Waar komt dat nou vandaan? Tiffany, jij gaat gewoon zoveel mogelijk saldos maken. Je bent er supergoed in. En Damien, jij moet gewoon zo lang mogelijk blijven staan. En anders ga je gewoon steeds terug. Ik vind dat het lopen echt best wel goed gaat. Ja, jullie doen het heel goed.
Wat vinden jullie van de sport, Amy? Ik vind het wel leuk, maar het is wel best lastig, vind ik. Amy, zou je het vervelend vinden als je verliest? Nee, want ik verlies niet. Nee, zo lekker, Amy. Heel goed. Hup, hup, hup. Doei, Ron. Toegekomen aan die fantastische finale en die spannende finale, hoop ik ook. Maar hoe gaan we het spelen? Ja, we spelen 3 onderdelen. 3. We gaan beginnen met onderdeel 1. Zo vaak mogelijk heen en weer over het koord. Dat moet binnen 1 minuut. Dan hebben we nog 2 andere onderdelen. Ach. Namelijk koprollen. Koprollen? Ja, wie zo vaak mogelijk kan koprollen met het koord. Om het koord, ja. Krijgt het punt. Een punt. En dan hebben we nog het laatste onderdeel, balans. Dus je moet zo lang mogelijk blijven staan. Degene die het langst blijft staan, krijgt een punt. Oké, zijn we er klaar voor? Ja! Yeah! Goed concentreren. Snel lopen. En als je eraf valt, spring je gewoon weer op en dan ga je weer heen en weer. Ga gewoon verder. In één keer weer verder. Ja, oké. Okay. Succes. Let's go. Kom op. Amy, ben je er klaar voor? Oké. 3, 2, 1, start! Ja, gewoon goed concentreren. Ja, goed zo, Amy. Je haalt het. Ja, de eerste is gehaald. Oké. Supergoed, net als net. Ja, ja, ja. Oh! Twee maar snel. Ja. Maar goed zo, goed zo. Je gaat deze halen. Heel goed, kom op. Heel goed, 2. Ja, 2. Goed zo, deze haal je ook. Ja, 3 al. Je arm ontspannen. Ja, deze ga je weer. Ja, die haal je. Je haalt hem, kom op. Ja. Ja. 4. Ga ze door. Heel goed. 10, 9. Oké, nog 1 keer. 7. Zit zo, Amy. Heb je nog tips voor hem verder? Ja, grote stappen. Ze deden het wel heel mooi gecontroleerd, maar grote stappen, dan ga je sneller. Ja. Oké. Okay. Ja, hoef je er minder te doen. Haal erop. Let's go. Succes, man. 3, 2, 1, go! 1. 4 stapjes. Oh! Oké, go. Ga staan, je hebt tijd. Rustig. Gaat goed, man. Gaat goed. Gaat goed. Kom maar, kom maar. Je kan het. Ja, heel goed. Goed zo. Ga griepen, doe, hop, hop. En win! Yo! Nou, je moet het wel kunnen, hoor, dit, hoor. Hè. Ja, oh. Oh, ja, is goed, dat is goed, dat is goed. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! En we gaan naar onderdeel 2. Goed vasthouden, Max. Gewoon blijven vasthouden, die trekken met je armen, duwen met je voeten. Succes, man. 3, 2, 1, de tijd loopt nu. Kom aan, Max. Hoeveel rondjes per minuut? Oeh, kom aan, jong. Kom aan, ga door. Oh, bijna. Nog een keer. Kom aan, Max. Max. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, ja, niks in de hand, Max. Kom aan. Hey, goed geprobeerd, Max. Goed gedaan, man. Ja. Oké, Tiffany. Dit kun je. We gaan eens even laten zien hoe sterk de meisjes zijn. Goed vasthouden, goed je voeten indrukken. Oké, let's go. Succes, rond telt af. Oké, Tiffany, ben je er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, go! Wow! Oké, nog eentje. Ja, dan hebben we de punten pakken. Yeah! Oké, meiden. 1-1. 1-1. Laatste onderdeel. Het wordt nu zo spannend. Met de bedoeling is hier zo lang mogelijk op de lijf staan. Heb jij nog tips voor hem? Niet vallen. Ja. Ja. Oké, Mette. Succes, man. Hoppakee. Weet je nog dat we tegen elkaar gingen? Toen deed je het supergoed. Denk daaraan. Oké, let's go. We gaan het gewoon doen. 3, 2, 1, start. Voeten los van de grond. Ja. Ah!
bent de winnaar, meisje. Ik hoop het!